bir şey yiyor iş mi? Slam. Avonturiers, Jimmy hier. Tijdens deze boottocht neem ik jullie mee op reis over de Rimpula River. Vanaf het water ziet alles er nog mooier uit. Blijf alsjeblieft rustig zitten en hou je handen en voeten binnenboord. Je weet immers nooit welk gevaar hier op de loer ligt. Welkom in Jungola. Jaren geleden ben ik hier tijdens een expeditietocht neergestort met mijn vliegtuig en moest ik leren samenleven met de planten en de dieren. Met hun hulp en slimme inzet van verschillende vliegtuigonderdelen heb ik in dit prachtige gebied een nieuw leven opgebouwd. Er valt zoveel te leren van de natuur. Over. Kijk, daar, in de verte. Daar slingeren mijn vrolijke kameraden, de slingerapen. Wist je dat ze hun staart gebruiken als een soort vijfde arm? Daarmee slingeren ze van tak naar tak. Een extreem lange staart kan wel 70 tot 85 centimeter lang worden. En soms zelfs langer dan hun hele lichaam. Die hangende takken aan de oever. Dat zijn allemaal wortels van bomen en planten. Met hun lengte kunnen ze makkelijk bij het water komen en voorzien ze de boom van voeding en vocht. Deze wortels zijn zo ontzettend sterk dat zodra ze een gaatje vinden in een rots, ze daar meteen doorheen gaan groeien. Vervolgens worden ze steeds dikker en dikker en drukken ze de rots uiteindelijk aan de kant.
ongelooflijke kracht dat ze zijn. Oh ja, vergeet jullie niet af en toe in het water te kijken. Daar leven vele prachtige vissen en eenden. Kijk goed om je heen. Misschien zien ze wel voorbij zwemmen. Zijn jullie weer. We zijn nu aan de andere kant van Jungola. En hier komt regelmatig een kudde Aziatische olifanten voorbij. Eens even kijken. Jullie hebben geluk. Vandaag zijn ze er ook. Zien jullie de lange slurven? Daarmee kunnen ze ruiken, knuffelen, water sproeien, maar ook dingen oppakken. Kijk maar eens goed naar de uiteinden van de slurf. Daar heeft de olifant een soort vinger zitten. Prachtig toch? Dat is een olifant, dat is een olifant. Jawel, daar! Daar zijn we. Daar links de bamboestengels. Daar wonen de witte handgrippels.
Deze apensoort heeft geen staart. En toch kunnen ze met hun armen fantastisch slingeren. Ze voeden zich voornamelijk met rijpe vruchten en vullen die eten aan de bladeren, insecten, bloemen en knoppen. Als ze dorst hebben, dompelen ze hun hand in het water en zuigen de druppels uit hun vacht op. Superhandig! Als een aap van boom naar boom willen slingeren? Dat kan! Ik daag je uit om door de jungle trail heen te klauteren en de jungle met hele andere ogen te bekijken. Blijf je liever met beide benen op de grond? Vergeet straks dan niet om goed om je heen te blijven kijken. Af en toe stil te staan en vooral te genieten van de prachtige natuur. Er is immers meer te zien dan je denkt. Ja, kijk. Lekker. Dan veranderen ze in dat minder restaurant. Dit zijn familie. Oh, ja, kijk. Echt leeuwen. Je moet er bang voor. Nou, dat moest je in Afrika zo wonen. Hè? En dit... Zien, maar dan met vissen. Dat zijn de dieren die we... die lavagons heen lopen. Hoe kunnen we daarin? Zijn er ook... Een gekke dromedaris lijkt. Die koe heeft een bult. Ik denk dat het een kamele koe is.
Hoi. Ze reizen er gewoon helemaal niet van. Niet koud, maar het is vrij. Voordat ik nog eens de handen op kan draaien, heb ik wat veiligheidsgrenzen voor jullie. Het is belangrijk dat jullie blijven zitten met de buffel gesloten en gewoon niet op de deurtjes leunen. Voor de veiligheid van onze dieren is het niet toegestaan om te eten en drinken, roken of snoepen tijdens het rijden. Uiteraard mag je wel mooie foto's maken en ook filmen. Maar houd de camera's en de filmcamera's altijd binnen de truck. Altijd binnen de truck. Jullie zien hier aan de rechterkant de giraffen staan. De rotsgiraffe wordt tot 6 meter hoog en ze hebben zoals wij mensen 7 nekwervels, die dan wel tot 30 centimeter lang worden per stuk. Aan het muur de kamelen staan en de rechts en links de onaters. Wilt u graag deze camera binnen de truck laten? 3, 6. Als die op de grond valt, gaat die kapot, blijft liggen en is een gevaar voor de dieren. In het begin hebben ze een bruin vacht met witte streepjes en dat wordt dan pas later zwart met witte streepjes. Een haring bestaat uit één hengst met ongeveer 6 vrouwtjes en blijft een leven lang trouw aan elkaar.
snel. Jullie zien hier rechterkant een van onze witte neushoorns. En dat komt door een vertaalfout. De Engelsen vertaalden het Afrikaanse woord wit, wat breed betekent, in het Engelse woord wijd, wat wit betekent. Het Afrikaanse woord sloeg op de brede lippen van het neushoorn, waarmee ze goed kunnen grazen. Assembla. Ja, we zijn weer. Hoppa.